rijden de 190 naar Rotterdam-Alexandrium vanuit Gouda. Deze bus vertrekt vanaf platform G. Ik rij zonder passagiers, dus we rijden in één keer door.
Hier kan je kiezen of je de rechter of de linker sluis neemt. Het kan zijn dat er één van de twee open is, dus dan kan je een andere route nemen. Maar voor nu is de hoofdsluis waar we altijd eigenlijk in principe altijd is. De OV-rij is nu gewoon toegankbaar. Maar anders kan je ook nog naar rechts en dan over de sluis en dan linksaf. Dat zou nog kunnen. Kom je afgereden als je de andere sluis hebt gepakt. Dan kan je gewoon zo de route vervolgen.
op de halte Prins Bernhardbrug, deze halte dus, kan je altijd even wachten op je collega, want die kan je hier nu tegenkomen op dit moment. Ik rijd buiten dienst, dus ik zal hem hier als het goed is niet tegenkomen, althans dat hoop ik. Maar mocht je in dienst rijden, dan kan het zijn dat je elkaar hier gaat passeren. En dit is natuurlijk veel te smal. Dus dan kan jij wachten op de Prins Bernhardbrug en dan kan je gewoon communiceren via de via het kort verkeer. Of communiceren of kijken op de OV-info-app. Dan kun je ook zien waar die rijdt. Als die andere bus dan op de halte KVT aan het halteren is, dan weet je dat die aan het wachten is op jou. Of andersom.
Dit was 190 richting Alexandrium.